het imago van Suriname is enorm verslechterd over de afgelopen periode. En wij werken hard eraan om ervoor te zorgen dat dat imago verbeterd wordt. We hebben duidelijk gezien dat het vertrouwen terug is voor de installatie van de regering. En dat heb ik proberen aan te geven. Dat zelfs de toen zittende regering op ons een beroep deed. Omdat er vertrouwen was in ons om mee te helpen een aantal cruciale, urgente financiële zaken op te lossen. Daartoe hebben we ook onze bijdrage geleverd. En men tracht dat soort dingen even te vergeten. Maar dan heb ik liever niet dat ze daarover praten. Dan hoef ik daarop ook niet te reageren. We hebben absoluut geen nadelige invloed van deze actie van de bondholders. Om even daarop in te gaan. De gesprekken gaan voort. Als we de brief goed lezen of de publieke bekendmaking van de bondholders, dan blijkt duidelijk dat, alhoewel zij begrepen in welke nijpende situatie wij verkeren, alhoewel ze weten wat voor acties wij ondernemen om tot gezondmaking over te gaan, hebben ze inderdaad dus moeite met een 70% haircut. Een korting op het bedrag dat ze moeten betalen. Dat begrijp ik. Ik bedoel, als ik 100 US aan u geleend had en u zegt me na een paar jaar van ik kan niet terugbetalen, maar als je genoegen wilt nemen met 30, kunnen we dan vooruit. Uiteraard gaat men niet blij zijn met zo'n aanbod. Maar dat is de realiteit. En we hebben dit aanbod gedaan op basis van exercities met IMF, maar ook intern. En op basis van het Surinaams belang. Wij verwachten van de Surinaamse samenleving een opoffering. Hetzelfde is wat we verwachten van alle andere crediteuren. Ook omdat dezelfde crediteuren gewaarschuwd waren voor de tweede lening. Om die niet aan te gaan, omdat Suriname niet in staat zou zijn het terug te betalen. Zij wisten dat op voorhand. Dus men moet nu niet komen doen alsof een overeenkomst is aangegaan en men niet wist dat Suriname niet in staat zou zijn te betalen. Men wist dat. Dus, maar goed, wij als een goede regering, wij willen terugbetalen, maar dan moet dat goed onderhandeld worden. Dus in dat opzicht, dit was een verwachtbare reactie van de bondholders. De gesprekken gaan gewoon voort, zoals we dat ook hebben aangegeven in de brief. De onderhandelingen zijn nog niet eens goed gestart. Het aanbod is gedaan, de reactie is gekomen en nu gaan we echt praten over wat haalbaar is en wat mogelijk is. Nogmaals, het Surinaams belang staat voor. Imago van Suriname is absoluut niet geschaad. We hebben niemand voor de gek gehouden. We hebben continu overleg gepleegd. We zijn transparant geweest. We hebben zeker 3 gesprekken gehad met de crediteur over de afgelopen maanden. Wat dat betreft is er wederom een zekere vorm van manipulatie en een verkeerde voorstelling geven van zaken. En dat betreur ik wel, want als Surinamers zitten we met z'n allen erin, ongeacht wie deze problemen heeft gecreëerd.